Verrassing! Ja, het zijn er toch, want jij zou vandaag iets en dat doe je niet. Ja, een klant heeft bepaald dat mijn agenda anders is. Nou. Dus dat is een dikke bonus. Veel te wit ook voor dit moment. Heb je goed voorbereid? Nee, ik heb helemaal niks voorbereid, omdat ik dacht dat we dit helemaal niet zouden doen. Oh ja, ik heb ook niks voorbereid, want ik had gewoon geen zin. Maar het maakt niet uit, want er is oorlog. Ja, dat hebben we wel verkeerd voorspeld. Ja, ik zeker. Want jij hebt een Maarten van Rossumpje gedaan, want dat heb ik wel meegekregen. Wat? Maarten van Rossum die heeft in een of ander Op1-programma... heeft hij de dag voordat Rusland inviel, heeft hij gezegd... Maar dat gaat Poetin niet doen. Nee, dat is gewoon... dat Poetin gaat niet invallen. En de volgende ochtend moest hij daarop terugkomen. Ja. Ja, ik zit even te denken. Het heeft een beetje... Kijk, wat de logische uitkomst is... Nu ga ik toch weer voorspellen hoe slecht ik daar ook in ben. Ja. Aantoonbaar slecht zelfs. Het gaat natuurlijk lijken op wat er in Georgië is gebeurd. Kijk, hij valt nu wel het land aan, maar hij gaat niet het land bezetten. Wanneer was dat in Georgië? Dat ben ik dat was toen met die Stan Storiemans van RTL. Die ging toen dood. Oh. Niet zo gek lang geleden. Ik zit me ook even af te vragen wat voor... Ik kan me daar helemaal... Wie toen Amerikaanse president was. Want ik heb best wel de indruk dat wat Poetin nu in Oekraïne doet... ook wel gewoon doet omdat... gebeurt omdat Biden uitzonderlijk zwak is natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, onder Trump... Kijk, Trump die had zijn handen een beetje afgetrokken van Europa, had hij gezegd. Hij had gezegd, ja, ik ben niet meer de scheidsrechter van Europa. Als er nou iets gebeurt, moeten jullie jezelf redden. Dus onder Trump had hij het ook gewoon wel kunnen doen. Maar Trump was ook alweer iemand die gewoon wel... In ieder geval, Trump was in dit opzicht gewoon helemaal niet te voorspellen wat hij zou gaan doen. Nee. Nou, dat is toch wel angstaanjagend. Ja. Ja. Maar Poetin is in die zin wel te voorspellen, maar is ook wel angstaanjagend eigenlijk. Nou, Poetin leek altijd redelijk goed te voorspellen. Maar eigenlijk is dit natuurlijk... Kijk, als je zegt van dit is hetzelfde scenario als Georgië, dan is hij... Georgië was ook gewoon eigenlijk een full frontal aanval op Georgië. En we eindigden het in dat een paar stukjes, Zuid-Ossetië en Abkhazië, dat werden een soort onafhankelijke provincies. Hmm. En dat is waarschijnlijk, denk ik, ook wat er nu met Oekraïne gebeurt. Is gewoon die Donetsk en die Lup, die twee provincies aan de oostzijde. En die worden dan dus onafhankelijk. En dit is gewoon, onafhankelijk of Russisch? Nee, onafhankelijk. Oh. Maar dat betekent dat het puppets zijn van Rusland. En dan worden ze ook alleen maar, zeg maar, erkend als staten door Rusland waarschijnlijk. En dan wel... China en Cuba, die staan achter Rusland. China, Cuba en Noord-Korea of zoiets. Dat net als Transnistrië in Moldavië en Zuid-Ossetië en zo. Dan heb je gewoon vier andere landen die erkennen het dan als land. Als je er een pakketje naartoe stuurt, dan moet er nog altijd Georgië op staan als land. De Georgische Post die bezorgt dat dan daar nog. En het slaat helemaal nergens op. En dat, kijk... Aan de ene kant vind ik het wel mooi dat een Poetin het opneemt voor Russen in diaspora, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar wat er in de jaren, begin jaren 90 gebeurt, in heel veel van die landen met Russische minderheden, dat is echt, dat is afschuwelijk. Hmm. Het is ook begrijpelijk natuurlijk, want die mensen waren de Sovjet-overheersing wel zat en de Russische overheersing, maar als je daar woont als Rus, dan kreeg je hem, zeg maar. Ja. Nou, ik vind het ergens wel mooi dat Rusland nu dan een leider heeft die zegt van... Russen, dat is ons volk en waar ook ter wereld, wij staan je bij. Ja, maar hij is het wel kwijt, hoor. Ja. Toch? Want... Nee, precies. Ik wil het heel even afmaken. Ja. Ja. De pest is dus dat het iedere keer resulteert in van die landen waar gewoon helemaal niks meer gebeurt. Als je in Transnistrië woont of je woont in Zuid-Ossetië of zo, je leven staat gewoon stil. Er is geen enkele vooruitgang mogelijk. Gewoon het hele land heeft geen... Je kunt niks exporteren. Welke landen liggen deze regio's? Ik weet alleen die twee in Georgië en die ene in Moldavië. Ja. En volgens mij zijn er nog één, maar ik weet niet waar. Maar Moldavië heeft geen directe grens met Rusland. Klopt. En daar zit dan toch een soort... Met eigen roebels en de sheriff supermarkt door mafio's, heel veel wapenhandel. Het is net zoals dat stukje Rusland wat tussen Polen en Litouwen zit.
Nee, dat is een stukje Rusland. Ja, maar dat is ja, precies. Maar, ja, maar nee. Ja, Transnistrië, ik ben daar geweest, joh. Ja, het is ook heel raar. Je hebt de hele tijd als je over straat loopt, op een gegeven moment valt het je op dat er wel iemand dan toch wel heel lang achter je blijft lopen en zo. Het is nog echt ouderwets KGB-stijl dictatuur daar. Echt heel raar. Maar ben je klaar met je verhaal? Mag ik? Ja. Ja. Want Poetin, die is... er gaan dus ook, die was een tijdje ziek. Die was een tijdje uit beeld. Mm-hmm. En nu was het, toen was hij wat papperiger terug. Ja, prednison waarschijnlijk. Denk ik. En nu gaan dan ook geruchten van mensen die er echt verstand van hebben... dat hij nu vlak voordat hij doodgaat gewoon even lekker om zich... Hij denkt nu of nooit. Nu kan ik naam maken. Nu ga ik het laten zien. Ja, en maar dat hij had natuurlijk al lang naam gemaakt. Ik weet niet wat voor theorie dat is. Kijk, ik kan nog een grotere theorie nemen. Dan is het gewoon, dan is hij dood en is dit een vervanger. En daarom is hij wat paprug, omdat dat hele gezicht gemodelleerd moest worden. Net als Paul McCartney na Abbey Road, weet je nog wel? We moeten gewoon hebben geen foto van Poetin die op blote voeten een zebrapad oversteekt. Ja, dat, ik vind het, ja... En ik las vanochtend ook dat Rusland een beetje geschrokken is dat Oekraïne zich met hand en tand verdedigt. Ja. Ja. Nee, dat past niet in het beeld daar natuurlijk. Nee. Het is een broedervolk. Wat weet jij van de president van Oekraïne, Zelensky? Weinig. Ik weet dat het een filmacteur was, bekend. Ja, want hoe is dat zo gekomen? Want hij speelde in een soort parodie hoe hij de president van Oekraïne werd... Ik weet dat, er het fijne niet van. Nee, ik ook niet. Ik weet wel dat ik heb wel respect voor hem. Gewoon dat hij gewoon zegt van ja, luister, ze moeten mij hebben. Ik ga zeker niet weg. Ja, en er waren ook heroïsche filmpjes dat hij ergens 's nachts van... ik ben er, de minister die is er, we zijn hier gewoon. En we laten ons niet wegjagen. Ja. En hij is jong en klein. Ja, en ook natuurlijk, hij is ook gewoon gekozen omdat dat volk onderhand, ja, weet je, ze hebben alles wel gehad qua corruptie. Dan denk je ook op een gegeven moment, nou, laten we een keer een komiek proberen. Misschien dat die het wel draaglijk maakt. Want het is allemaal tinnen wat daar boven komt draaien. Nou, Amerika heeft Reagan gehad. Californië heeft Schwarzenegger gehad. Ja. Ja. En Rusland heeft Poetin. Ja, want er is ook daar. Oekraïne is heel erg corrupt, hè? Je hebt daar. Ook in de huidige regering of gewoon op straat? Nou, het is gewoon alles. Alles is daar corrupt. En iedereen die is erop tegen, maar iedereen doet er ook aan mee. Dus dat helpt gewoon helemaal niet. Ja. Bijvoorbeeld, het gemiddelde loon daar is €200 per maand ongeveer. Mm-hmm. Maar iedereen heeft veel meer geld. Iedereen rijdt in auto's die je daar niet van kunt onderhouden. De meeste mensen krijgen gewoon betaald in bruine enveloppes. Het liefst met dollars erin in plaats van de grivna. En dat is dus dat hele staatsapparaat kan ook nauwelijks functioneren. Want er wordt nauwelijks belasting betaald. Want iedereen heeft een formeel inkomen wat verschrikkelijk laag is. En als je dan die mensen vraagt van ja, hoe zit dat dan? Dan zegt ja, dat begrijp je niet als buitenlander. Of ze zeggen van ja, nee, corruptie is heel erg. Ja, want jij doet het ook corrupt. Ja, nee, maar dat is anders. Ja. Ja, je moet altijd van je af corromperen. Ja, precies. Nooit naar je toe. Maar Rusland die had ook al heel veel legereenheden in Wit-Rusland. Want dat was gewoon eigenlijk... Dus, en dat ligt, ik heb maar even een kaartje gekeken, dat ligt namelijk lekker dicht bij Kiev. Daarom zijn ze al zover in... Ja, en ze komen daar, om daar naartoe te trekken, trekken ze dus door het gebied wat het fallout gebied is van Tsjernobyl in Wit-Rusland. Ik ben daar een paar jaar terug geweest, dat was heel gaaf. Er was ook een berichtje gisteren dat daar nu verhoogde radioactiviteit gemeten wordt. En normaal heb je... Er was ook een conspiracy dat Rusland misschien de betonnen koepel van Tsjernobyl zou willen laten ontploffen, zodat Europa lekker met de fallout zit. Als een soort nieuw wapen. Ja. Ik ben een paar keer geweest, in totaal 3 keer in die regio. Ik ben helemaal niet meer bang voor straling. Die fallout, volgens mij valt er wel mee. Ja, maar misschien zal jou wel, maar als je ooit nog kinderen wil produceren, dat het dan daar, dat je dan van die miskraambaby's, toch?
Dat zeggen ze. Ja, maar met lagere straling. Had ik er maar wat eerder mee moeten beginnen. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Ik weet dat er gebieden op aarde zijn met natuurlijk verhoogde straling. Sowieso als je hoog in de bergen woont, dan sta je al meer straling bloot. Ja. En dan worden mensen over het algemeen net iets ouder. Hmm. Dus ja. Ik snap wel dat er een kritische grens is, dat je niet ouder wordt. Ja. Maar vorige week ging er ook nog zo'n foto van Poetin en Macron rond. Aan zo'n enorme tafel. Daar werd dan een wip van gemaakt. En dat was heel grappig. Ja, ja. Maar dat was dus omdat, vooral omdat Poetin bang is voor corona. En Macron wilde zich niet laten testen in Rusland, omdat hij geen DNA in Rusland achter wilde laten. En daarom heeft Poetin gezegd, nou, dan gaan we aan een tafel. En dan had hij niet een tafel van 1,5 meter, maar van 10 meter. Ja, dat is... En ik hoorde... Dat is niet gezellig, hè? Dat is niet gezellig, nee. Nee. Nou, vind ik al die paleizen, die stralen ook niet echt... Die stralen wel rijkdom uit, maar niet gezelligheid. Ja, en ook geen goede smaak. Nee. Die paleizen van Poetin, die zijn echt spuuglelijk. Een soort Jan de Bouffry. Ja, nou, je kunt van Hitler zeggen wat je wil. En een boel is waar en negatief, snap ik. Ga nou niet weer God winnen, nu al. Nou ja, maar die ontwerpen van, ik weet niet meer van wie, die klopten ergens nog wel. Ja. Het is ook niet mijn smaak, maar ze klopten wel. En die Russische paleizen van Poetin, ja, dat is gewoon, daar zit geen fraaie balans in. Het ziet er toch nog goedkoop uit. Protsrug, maar goedkoop. Het is een beetje de smaak van de gemiddelde woonwagen. Dat opeens... Ja, dan strak. Die Nederlandse volkszanger die op een kamp is opgegroeid. Hoe heet die nou ook alweer? Heb je even tijd voor mij? Frans Bauer. Die opeens daar komt kampen. Nee, maar Poetin die heeft dus ook alleen maar Sputnik gehad als vaccin. Dat vertrouwt hij volgens mij ook niet zo. Hmm. En daarom is hij bang... En, waarschijnlijk heeft hij dat gehad. Dat hij bang is heeft waarschijnlijk te maken met dat hij dus inderdaad... waarschijnlijk kanker heeft, daaraan geopereerd is... en nu gewoon zwak is van de operaties en dat ook heel goed weet. En ook wel weet, en waarschijnlijk best kans dat er nog iets in zit... waarvan hij ook wel weet van ja, dat houden we wel onder de duim... maar het gaat niet weg. Nee. Dat zou heel goed kunnen. Ik had het allemaal niet gehoord. Ik dacht op een gegeven moment van... zou gewoon zo zijn dat niet alleen Biden beginnend dementerend is, maar Poetin ook. Dat we gewoon op een gegeven moment een wereldoorlog komen. Omdat we geen leiders kunnen vinden die niet, zeg maar, onder de 65 zijn of zo. Poetin is 69, ik heb het toen ook opgezocht. En dacht ik, dat is wel jong. Maar ja, mijn moeder was ook jong toen ze begon te dementeren, dus kan. Ja, ik zag over dementeren gesproken. Ik zag dus Biden de wereld toespreken. Oh ja, dus je hebt gekeken. Ja joh, ik kwam een keer thuis en toen hoorde ik... Ja, Biden die... Ik zag het ook langskomen. Ik dacht, ja, wat moet ik daarmee doen? Wat zei hij? Maar op een gegeven moment... Nou, hij was wel ferm en goed opgeprept natuurlijk. Mm-hmm. Maar deze keer mochten de vragen gesteld worden. En dan wordt het leuk, want dat is wat minder gescript. Ja. Het kan zijn dat ik het niet helemaal... Omdat ik er niet helemaal bij was. Maar op een gegeven moment... Hij wees wel aan, maar op een gegeven moment stelde iemand de vraag van... Maar moet u niet bang zijn voor raketten en vuurlinies in en rond Kiev? En in mijn ogen, wat hij antwoordde, zei... Raketten en vuurlinies in Kiev. Ja, ja. Volgende. Gewoon de vraag herhalen en gewoon niet op de vraag ingaan. Maar misschien heb ik dit helemaal verkeerd in me opgenomen. Mensen corrigeer me, want dat kunnen jullie. Dat schromen jullie niet. Maar echt, een beetje... Maar beetje... verder was hij dus, hij kon, maar dat klinkt als een incident. Alsof hij gewoon verder wel antwoorden op vragen wist. Nou ja, maar dit was aan het eind. En aan het eind werd hij gewoon wat warriger. En dat hij gewoon... Het leek erop alsof hij de vraag even voor zichzelf herhaalde... om zich te herpakken en met een antwoord te komen. Maar dat antwoord kwam niet. En toen wees hij een andere journalist aan voor een nieuwe vraag. Ja. Eigenaar. Ja, het is een raar schouwspel toch, waar we naar kijken in de wereld. En op het begin, toen hij van de teleprompter zijn verhaaltje deed... Ja, dan komt hij wel ferm over. Het is trouwens ook, heb je ook zoiets gehad van al die mensen met hun complottheorieën... die worden natuurlijk net te gek nu. Gewoon, want we hebben dus eerst die pandemie gehad waar ze al niks van vertrouwen. Ja. Nou, die lijkt bijna over. Wat krijgen we? Een wereldoorlog. Bam, erachteraan. Ja. Dat is toch... Ja, en dan... Gasmaskers op. Ja,
Precies. Ja, precies. En dan komt er natuurlijk inderdaad, wordt dinges opgeblazen. En dan moeten we allemaal in beschermende kleding. En het houdt niet op, lijkt het wel. Maar ik zat ook te denken van, wat nou, ik bedoel, de kans dat Poetin de NAVO aan gaat vallen, daar wordt nu op gespeculeerd, die acht men erg klein. Als hij knettergek is, gaat hij het wel doen. En dan begint hij natuurlijk bij de Baltische Staten. Ja. Maar ja, kijk, waar we, en toen dacht ik van, wat is voor hem nu een lucratief middel, wat verder van huis, waar hij gewoon angst mee inboezemt, van dat ga ik bombarderen. Toen dacht ik, ja, Amsterdam. Toen dacht ik, we moeten nu met z'n allen in Rotterdam gaan wonen. Want daar woont zijn dochter en dat zal hij niet bombarderen. Oh, woont hij in Rotterdam? Die woont in Rotterdam. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik zou sowieso denken, ik zou toch niet in Rotterdam gaan wonen. Want de geschiedenis heeft bewezen dat dat makkelijk gebombardeerd wordt. Dus juist nu niet, omdat de dochter van Poetin daar woont. Ja, je kunt ook zeggen, hoe groot is de kans dat een stad twee keer gebombardeerd wordt bij een wereldoorlog? Nou ja, eigenlijk bij veel steden best groot, denk ik eigenlijk. Ik denk dat dat Rotterdam zich zorgen moet gaan maken als Dresden valt. Ja, dat was wel heel veel later dan Rotterdam. Ja, hè? Oh, dat was als een vergelding. Was dat De Duitsers begonnen niet met hun eigen stedenplot te bombarderen om vervolgens Rotterdam te doen. Oh ja, ja. Nee, dat is. God, wat een domme opmerking. Nee, Matthijs, er bestaan geen domme opmerkingen. Nee, het waren de Engelsen. En de Amerikanen weigerden dat ook. Maar tegen het eind van de oorlog, de Engelsen die hadden het zo gehad met de Duitsers. Die hadden zoiets van, we gaan gewoon stedenplot gooien, boeien. Ja, maar Poetin heeft ook al gedreigd met kernwapens. Want die heeft hij gewoon. Ja, die heeft hij. Maar wat dan? Hij weet dan toch dat hij zelf ook en zijn moeder kapot wordt genuwd? Nou, het probleem is gewoon, wat dat betreft zijn Russen natuurlijk net als kakkerlakken. Ik bedoel, wat er ook gebeurt qua wereldramp, aan het eind hou je sowieso Russen over. Ja. Kijk, Rusland, ja, weet je, je kunt er wel een paar bestuurlijke centra platgooien met kernwapens, maar je kunt niet dat hele land platgooien. Ik weet niet, volgens mij zijn er zoveel kernwapens niet. En als ze er wel zijn, ja, op een gegeven moment is het rendement er wel uit. Maar zou Amerika ingrijpen als Rusland kernwapens op Oekraïne gebruikt? Of dan ook niet? Ik denk vooral heel snel ambassadepersoneel terugtrekken. Ja, die zullen toch wel weg zijn. In speciale geschilde vliegtuigen. Ja, want mannen tussen de 18 en de 55 mogen het land niet meer uit. Ja, dat is wel een vorm van een asielstroom waar ik wel voor kan zijn. Dat je alleen maar 55-plussers hier krijgt. Nee, vooral alleen vrouwen. Ja. Ik heb het altijd gezegd. Gewoon, ja, je wil asielzoekers opnemen. Dan moet je een beetje een range hebben van vrouwen. We pakken een beetje tussen de 18 en de 30. Ja, 18 en de 40 of zo. Ja. Of 15 en de 40. Dat klinkt verkeerd, maar ik bedoel natuurlijk niet. Dat bedoel ik niet zo, maar die worden ook ouder. Ja. Of gewoon vrouwen onder de 40 is gewoon prima. Want dat integreert dan wel. Dat integreert die gaan niet op klikjes met hun eigen soort hangen dan. Want dat zijn alleen maar vrouwen en die krijgen ruzie met elkaar. Mm-hmm. Ja. Dat mag je ook niet zeggen, denk ik. Hè? Ja, maar voor mij mag je alles zeggen. Ik mag helemaal niks meer zeggen. Ja. Die zelfcensuur van mij, daar word ik helemaal gek van. Ja, je gaat ook zachter praten, merk ik. Ik zie de metertjes bijna niet meer uitvallen. Maar je moet wel een beetje het geel halen. Dat is gêne, hè? Ik zeg wel stoere dingen, maar dan zeg ik ze toch zachtjes. Ja. En even kijken, was er vanochtend nog wat nieuws? Nou, mijn vakantie gaat dus waarschijnlijk niet door. Nee, dat lijkt me sterk. Weet je, eind maart zou je naar Kiev gaan. Ja, nou, je weet het gewoon niet. Misschien is het gewoon over een paar weken al over. Ja, maar dan blijft er toch een dreiging. Kijk, het kan ook gewoon zijn dat Poetin gewoon een soort fetish heeft voor gebieden op aarde die geen enkele status hebben. Dat hij er daarom zoveel mogelijk creëert. En ja, hij vindt ze zo mooi dat hij ook wil dat er Russen in wonen, alleen Russen. Oekraïne is de graanschuur van Europa. Dat is toch een status? Nee, het was de graanschuur van Rusland. Het is nu de graanschuur van helemaal niemand. Ja, van Duitsland geloof ik een beetje. Nou, het zou kunnen. Er staan vooral berkenbomen. Brandt dat goed? Ja, maar wel snel. Het is niet echt, het is geen hardhout of zo. Nee, het is gewoon woef weg. Maar er zit heel veel gas in de grond wat je eruit kan wrakken. Nou, dat hebben we. En dat wil de Europese Unie heel graag. En daarom willen we vriendjes zijn met Oekraïne. Oh ja, en we hebben nu ook weer de discussie over
Groningen, omdat gas nu opeens weer nog meer duurder wordt. Ik las laatst 30% duurder al meteen in één overnight. Ja, ik zag. Oh, zo'n filmpje. YouTube raadde mij een filmpje aan. Ik denk van BNR. Ja. En de kop was iets van. Ja, de hogere energieprijzen. Daar wil ik het niet over hebben. In Oekraïne, daar is helemaal geen energie. Oh, die deugmensen die zo uit hun hokken komen. Ook iemand. Ja, ik douche nu korter. Want dan gebruiken we minder gas. En dan krijgt Poetin minder geld. En dan kan hij minder raketten sturen. Dat soort opmerkingen. Die mensen die zou je toch eigenlijk gewoon moeten oppakken. Ja, nu kan het. Dit is echt even zo'n moment dat je dat soort mensen allemaal kan opsluiten. Ik was even heel veel in de auto aan het rijden. En toen het dus daar losging, dacht ik, weet je, ik ga maar weer eens naar lineaire radio luisteren. Want dan ben ik nog een beetje bij wat er gebeurt. Ja, is het gelukt? Lineaire radio luisteren is gelukt, maar ja, ik zat dan op Radio 1 of NPO 1, hoe heet dat? En dan werd er gisteren gezegd dat 65% van de bevolking vindt dat in geval van nood dat we van het gas in Groningen af moeten blijven. Dan ga ik gillen tegen die radio. Mij is niks gevraagd. Nee. Ik ben voor wat jij voorstelt en wat ik laatst ook ergens. Je bent eigenlijk onderhand gek als je niet een keertje bij de Lidl zo'n klein aggregaatje bestelt. Ja. Dat moet je gewoon ergens in je huis hebben staan. Dat zet je op je balkon neer. Je gooit een paar liter benzine in, het liefst een dieseltje. En dan weet je gewoon dat je niet gewoon 3 keer per jaar je vriezer hoeft leeg te vreten. Ja. Binnen 2 dagen. Want je hebt allemaal van die berichten en iedereen die weet het. Iedereen wist al lang dat dit eraan zou komen. Behalve dat stelletje wereldverbeteraars en de Stopra en in de dinges. Er gaan gewoon heel veel elektriciteits powercuts komen. Ja. Ik weet niet wat het Nederlands is. Dat gaat gewoon gebeuren, want het systeem zit zeg maar aan zijn grens, aan zijn bovengrens. En ik ben elektrisch op mijn boot. Hmm. En ik zit ook aan de bovengrens. Dus slaat ze nu en dan gewoon toch weer een schakelaar uit. En daar kun je eigenlijk niks aan doen, omdat er gewoon bepaalde dingen nu en dan een piek gebruiken. En als dat in één keer allemaal zeg maar in een rijtje even tegelijk gaat, dan gaat het mis. En dat gaan we ook op een grotere schaal krijgen en houden. En dat hebben we al. Dus je moet gewoon een aggregaatje kopen. En gewoon even een jerrycannetje met 20 liter benzine. En dan kun je gewoon. Lief diesel, mensen. Diesel, ja, omdat het langer meegaat. Ja. En dat moet je. Maar ja, benzine is wel weer stiller. Dus dat vinden je buren fijner. Ja. Zo'n aggregaatje kost een paar honderd euro. Gewoon goedkoop Chinees kutmerk. Koop je gewoon, zet je neer. En op een dag ben je me dankbaar. Ik hoop wel dat het dan een slimme aggregaat is die een seintje geeft als je weer benzine moet kopen. Ja, en ook aan China laat weten hoeveel benzine er nog is. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ja, dat zou ik niet doen. Nee. En nog een dingetje wat ook misschien wel interessant is. Ja, ja, we hebben de tijd hoor. Met die hele oorlog. Ik denk dat nieuwe partijen het moeilijker gaan krijgen in de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe partijen zoals? Zoals Ja 21 en Volt. En weet ik veel. Volt heeft natuurlijk ook zijn eigen problemen nu met Gundogan. Ja, maar wat je namelijk, denk ik, ik vrees dat je het gaat zien, want mensen zijn gewoon debiel. Kijk, eerst leek het goed. En omdat natuurlijk VVD in het kutste kabinet ooit is gestapt. Mm-hmm. Dus je hebt heel veel ontevreden VVD'ers. Zeg maar D66'ers, die zijn denk ik over de hele linie nogal tevreden. Want die hebben gewoon precies het beleid waar ze voor zijn. Ja. VVD'ers niet, denk ik, voor een groot deel. Maar nu krijg je dus oorlog. Dus dan vinden we een leider vinden we dan toch nog weer iets interessanter dan normaal. Hoe egalitair we als landje ook zijn. Dus dan vinden we Rutte toch weer een tof. Nee, maar Rutte heeft beloofd dat hij stopt na dit kabinet. Niet letterlijk. Nee, maar die VVD wel. Die teert daarop mee. Dus best wel kans dat de VVD het gewoon alleen daarom al beter gaat doen in de gemeenteraadsverkiezingen dan anders het geval zou zijn. Ja. Dus dat is super kut. Vind ik. Ja. Want een grote VVD, daar heb je helemaal niks aan. Dan kun je net zo goed de grote D66 hebben. Ik denk dat dat niet... Ik denk juist dat bij Ja 21 juist dat een wat conservatieve houding. Maar die waren ook een beetje in opspraak omdat ze een motie hadden verworpen die een beetje verkeerd geïnterpreteerd was.
Ja, dat was dom. Ja, en dan ging het over het woordje onvoorwaardelijk. Ja. Ja. Het is een beetje jammer dat je dat achteraf moet uitleggen, maar verder. Ja, ik kan daar allemaal niet zoveel over zeggen, want dat is allemaal intern en zo. Maar nee. Ik ben het er wel mee eens dat dat handiger gekund had. Ja. Hoewel ik ben zelf ook politiek, ben ik gewoon niet zo slim. En ja, ik zou... Moet je niet zeggen? Ik ga op je stemmen. Ja. Maar ik zeg, nee, maar dat is gewoon te kort ben ik daarmee bezig, denk ik. Ik zou inderdaad ook... Ik heb een vrij letterlijke geest, dus als er staat onvoorwaardelijk, dan denk ik ook meteen van ja, maar Hollandse jongens, moeten die daar dan gaan sneuvelen? Ja. En dan denk ik ook nee. Maar zo moet je daar eigenlijk allemaal... Je moet veel meer op beeldvorming, denk ik, ageren. Ja. Maar dat is ergens ook natuurlijk, ja... Je bent nu wel heel zacht aan het praten, hoor. Omdat ik dit eigenlijk allemaal niet wil zeggen. Oh. Maar... Snijd er maar uit anders. Snijd er maar uit, ja. Dat ik er een soort een pauzemuziekje onder zet. En dan zie je hem. Ja. Wat wilde ik daar nog over zeggen? Ik heb geen idee. Ja, ik zag dat ik toch nog een paar notities... Zijn we klaar met die oorlog? Je zei eerder dat je in de week zei van... Ja, ik ben toch nog de hele ding aan het noteren. Ondanks het feit dat we geen uitzending gaan maken. Ja, ik heb dus wat genoteerd... We hebben ook een gijzeling in Amsterdam gehad met dodelijke afloop. Zeker. Zeker. Wel een dodelijke afloop van de goeie. Ja. Dat waren spannende momenten, toch? Heb je dat? Ja, wat ik een beetje heb... Ik vraag me af of ik mijn telefoon uit moet zetten qua geluid. Of zouden mensen dit niet zo storen, denk je? Nou, mij stoort het. Ja, dan zet ik hem even uit. En er was dus een gijzeling, maar ja, dat heeft iedereen toch wel gezien. Wat kan onze duiding daar dan nog wel aan toevoegen? Ik kan er privé iets over zeggen. Ja? Iets gewoon goed. Dat jij net op dat moment een verloopje nodig had. Nou, ik was er de week ervoor nog geweest, dus het kwam wel heel dichterbij allemaal. Ja. Ik merk dat ik dan een soort van dan mis ik zeg maar persfotograaf zijn. Ja. Liefst zou ik daar omheen hangen de hele tijd en kijken of er nog ergens een foto en dan... Dat vond ik altijd heel fijn aan mijn werk. Gewoon daar vooraan staan en kijken en proberen te snappen wat de situatie is. Is er nog een plek waar ik meer kan zien? En dan helemaal overal omheen lopen of rijden en dan kijken. En dan is hier nog een plekje. Dus echt vooraan staan bij het nieuws. Dat vond ik altijd wel heel leuk met dit soort dingen. Had je in dit geval niet eng gevonden? Nee. Want met die oorlog heb ik dat zelfs ook. Ja. En dat ik gewoon denk van ja, ik had het eigenlijk ook wel leuk gevonden om nu in Kiev te zijn. Het is toch wel interessant om mee te maken. Ja. En angst heb ik daar nooit bij, eigenlijk. Ja, maar als je maar in Kiev rondloopt, dan weet je toch ook niet waar het gevaar vandaan komt? Ja, ik ben nooit in oorlogsgebied geweest, dus... Nee, ik ben in Cambodja wel geweest, toen het heel raar was. En ook daar... Ja, weet je? Toen ik in Cambodja was, dat was denk ik in 99 of zoiets. En dan zit je met een... Ja, gewoon, er waren veel backpackers en zo. Dus je voelt je in de groep ook vrij veilig, maar dan... Dan rij je met zo'n pick-up truck het land binnen en alle wegen zijn stuk. En dan kom je bij een brug die ook stuk geschoten is, maar dan met wat hout weer gerepareerd. Een stalen brug die gewoon alle kanten opgebogen staat. Dan kun je er overheen rijden, maar de lokale bevolking die brug gerepareerd heeft, die willen een tol eisen voor de reparaties, want je rijdt er overheen. Ja. En die staan dan zo echt in een groep van 40 om je heen, allemaal Kalashnikovs. En die staan er allemaal zo van, ja, je moet nog wel betalen. En dan gaat de buschauffeur, de truckchauffeur, die gaat dan onderhandelen over hoeveel die dan moet betalen. En dan zit je er ook achterop en denk je, ah man, betaal nou, dit is toch, dit... We hebben toch heel weinig argumenten, zeg maar. Ja. Maar dat is dan ook omdat het dan zo laconiek is, ben je daar dan ook, ja... Is dat allemaal wel grappig of zo? Nou, maar wat me aan die gijzelaar opviel, dus de man die wegrent, er waren veel... Ja, dat is zo kut. Vroeger was inderdaad de gijzelaar degene die gegijzeld was en de ander was de gijzelnemer. Ja. Maar tegenwoordig is de gijzelaar de gijzelnemer en is de ander de gegijzelde. Nou, ja, dat is om gek van te worden, toch? Nee, ja, maar, omdat iedereen het fout doet, is het nu gewoon maar anders geworden. Nee, maar ik bedoel, de gijzelaar is gewoon de gegijzelde.
Ja, dat is dus niet meer zo. Zo heb ik dat geleerd van een liedje van het goede doel. Ja, maar dat is dus niet meer zo. Dat is nu niet meer ja, zo. Ja, omdat stomme mutsen zoals Georgina Verbaan er alles geen niks meer van snappen. Ja, precies. Maar daardoor dacht ik dus dat de dader... Dan is het gewoon over dader en slachtoffer. Ik dacht dus dat de dader een Bulgaar was. Maar het blijkt dus dat het slachtoffer een Bulgaar was. Ja. Nou ja, daardoor zit je dan al helemaal verkeerd in je conclusies. Maar volgens mij was de dader ook een Bulgaar. Nee, dat is te toevallig. Dat is te toevallig. Oh. De dader, maar anyway, het slachtoffer die had dus de moed om gewoon toen... Wat ik ook niet snap, hè. De dader die had op een gegeven moment kennelijk dorst... en die liet water bezorgen... Is er geen toilet in dat ding? Of durft hij dat niet aan met het slachtoffer erbij? Dat hij even zo zijn mond aan de kraan zet? Ik weet het niet. Misschien had ze gewoon het water afgesloten. Dat is best een leuk ding om te doen als er een gijzeling is natuurlijk. Ja, gewoon alle maar ja, dan heb je nog steeds dat er nog wel even water in die leidingen zit. Dus dat vond ik al heel raar. Ik las ook ergens dat hij had volgens mij... Ik ga nu even op de beelden die ik zie. Niet om wat ik heb gehoord. Volgens mij gebruikte die... dader die het slachtoffer als schild om dat dingetje te pakken. Yeah. Het slachtoffer het op een... Ik wil gewoon weer gijzelaar zeggen hoor. Ja. Het op een rennen. En waar ik dus ook niemand over gehoord heb... Het was overduidelijk dat die geboeid rende. Ja. En dat... En dan rende die best hard, hoor. Met je handen op je rug. Zeker. De kans. En als je struikelt, ga je echt op je kin. Of op je... Je kunt hartstikke dood zijn als je struikelt met je handen op je rug. Ja. En dat vind ik zo'n detail wat ik raar vind... dat niet benoemd werd. Ja, hebben wij toch nu gedaan? Ja, hebben wij gedaan. Dus nu is het weer klaar, toch? Ja. Nee, u hoort het, ik ben het allemaal met je eens. Bij ons. Ik ben het helemaal met je eens. En ook dat die man die de dader aanreed. Dat je zo goed in de gaten moet hebben dat je de goede hebt. Ja, want, die deed dat heel goed. Ja. En ik dacht eerst van dat is echt een held. Want die weet, ze gaan ervan uit dat hij explosieven om heeft hangen. Ja. Maar later hoorde ik dat ze wisten dat het niet zo was. Vanwege die selfie die hij gestuurd had naar AT5. Huh? En daarop kon je zien, er was er gewoon een merk, een nummer, zeg maar, stond erop van makelij. En toen wisten ze, het is een oefending van defensie. Uh-huh. En die kunnen helemaal niet exploderen. Dat is gewoon een beetje gips met een plastic dingetje erom. Uh-huh. En dan kan hij natuurlijk alsnog ergens anders ook explosieven hebben, maar die kans wordt alweer een heel stuk kleiner natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik mooi. En ik vroeg me ook af of hij daar al met een draaiende motor stond. Zou die man daar gewoon hebben gestaan met als taak van... Als hij komt, moet je hem aanrijden. Of zal hij daar gewoon gestaan hebben in zijn auto en gedacht hebben van... Oh, wacht eens even, nou, ik denk, even of zou hij heel snel gestart hebben en gas hebben gegeven? Wat ik denk, er was ook zo'n Bearcat, heet dat. Een soort zware tankauto. Die was, zeg maar, die stond eigenlijk op het Leidseplein, zeg maar, richting de Melkweg, richting Lijnbaansgracht. Die stond klaar om eventueel de pui in te rijden. Hmm. En ik denk dat... deze kleinere auto bedoeld was om hem te flankeren of te begeleiden of om een vluchtende man te onderscheppen. Ja. Zoiets, want hij kwam uit die... Hij zal wel met draaiende motor hebben gestaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat je in zulke situaties inderdaad ook gewoon de motor laat draaien. Dat het gewoon protocol is. Ja. Je meteen kan rijden. En dat je en dan niet zoals ik dat... Oh kut, hij staat nog in zijn 3. Oh ja. Ja, dat was supergoed. Dat was echt goed werk. Ik vond het heel geruststellend om te weten dat onze politie en dat soort teams... als nou, nou, jarenlang zo'n beetje bescheten uitgelachen te zijn. Ja, die arrestatieteams die heb ik vaak ook gezien met voor mijn werk vroeger. En dat zijn echt wel mannen die dat gewoon even allemaal goed doen. En ook bij bijvoorbeeld demonstraties, dan heb je ook altijd het arrestatieteam gewoon in burger. Ja. En die pikken dan ze nu en dan er eentje eruit. En dat doen ze ook altijd gewoon puik. Gewoon efficiënt. Gewoon wie ze moeten hebben. Gewoon de agitators uit de club hebben. En dan heb je de rest, hou je nog schapen over. Ja. Ja, die kun je allemaal mooi in een hoek drijven. En die gaan er wel rennen op een gegeven moment. Het is wel goed om te zien. Dat doen ze psychologisch ook heel knap. Ja, mensen, als je er niet uitgepikt bent bij een demonstratie, dan bent u onderdeel van de schapen. Ja. Ja. Laat het maar even op je inwerken. Ik weet niet of ik nog een keer naar een demonstratie zou gaan. Met of zonder mondkapje? Ik snap de vraag niet. Ja, mensen die mondkapjes dragen worden volgens de wappies
schapen genoemd. Ja, precies. Maar vervolgens laten ze zichzelf helemaal bijeendrijven op het museumplein. Precies. Ja, nog wel één dingetje. Dat die gijzelnemer, of de dader, die werkte bij Albert Heijn. Ja. Dat hij stond ook daar met een Bij de bezorgservice. Maar ja. Die nemen dus mensen aan met een strafblad. Nou, moeten mensen met een strafblad natuurlijk ook reïntegreren. Maar het geeft wel te denken dat... want de dader had een strafblad, dat is bekend. Mm-hmm. Maar dat betekent dus dat als jij gewoon je eten thuis laat bezorgen... dat je dus een veroordeelde man je huis inlaat. Ja. Wat voor sommige mensen niet echt een veilig idee is. Kijk, voor jou en mij, wij genieten daarvan. Zeker. Ja, zeker. Maar ik ben het met je eens. Dit is geen leuke opsteker voor oude, moeilijk lopende vrouwtjes... die denken met genoeg geld om de Albert te laten komen. Ja. Nee, ik heb ook zelden iets besteld bij de Albert in mijn leven. Ik moet zeggen dat de keren dat ik het deed... wel gewoon enthousiaste jonge lieden over de vloer kreeg. Ik ken een paar mensen, of eigenlijk één persoon... die heeft daar ooit voor gewerkt. Dat is ook iemand die zei, nou, het is hartstikke leuk werk. Sowieso, je valt af als een gek, want je bent de hele dag aan het sjouwen en het lopen. Hm. Je kunt eten wat je wil en... En de pontjes vliegen eraf. Oh. En, niks voor mij. Nee, lijkt me ook niks voor jou. Nee, dan verlies je toch een stuk van, deel van je statuur. Ja. Oké. Ik heb nog één dingetje. Nou. Die man die bij DPG Media weg is gegaan in 2016. Die man? Jaak Smeets. Die was adjunct bij de DPG. Dat is in, zeg maar... Ik weet niet wat DPG is. Nee. Dat is... Die media dinges, ja. Toestand. De persgroep. De persgroep. Ja, ja, ja. Oh, die was ook allemaal dikpiks aan het rondstrooien en zo. Ja, toch? Precies. Maar die is eervol weggegaan in der tijd. Ik zeg, wat een fantastische man. Hij gaat nu heen. Maar en dat er nu nog steeds... Ik geloof dat op vrijdag bekend kwam door een concurrerende podcast. En dat de Volkskrant op maandag op pagina 16 naast het weerbericht, of echt heel klein, dat bracht. Maar ze schrijven dus niet over hun eigen nest. Nee. Terwijl ze anderen maar wel de maat nemen. Ja, ik ben nu gewoon... Ik heb er zelf niet zoveel over te zeggen, behalve wat ik gehoord heb. Ik moet heel eerlijk zeggen, tuurlijk, het is hypocriet. Maar het is wel hypocriet van een niveau waarvan iedereen... Als je denkt van, ja, hoe zou ik dat aanpakken? Waarschijnlijk niet veel beter, toch? Nee. Maar er zijn wel een paar van die mensen die volledig scheid hebben. Maar als je bijvoorbeeld... Gewoon, als je bij zo'n krant werkt... en je bent hoofdredacteur of zo, of eindredacteur... en je hebt gewoon een gezin en kleine kinderen... en weet ik veel wat allemaal, je bent afhankelijk van je inkomen... Ja, dan zijn er maar weinig mensen die zeggen van... fuck it, ik ga dit gewoon in de krant zetten. Nou, maar het zijn wel diezelfde kranten die bijvoorbeeld... jaren geleden adverteerders van Geen Stijl gingen bellen... omdat die een keer iets hadden gezegd over borsten van vrouwen... of wat was het, weet je wel? Ja, billen. Billen. Oh ja, dat je moest reten. Ja. Wat eigenlijk een woordgrapje. Een woordgrapje, precies. En dat gevisualiseerd. Nee, zeker, zeker. Maar het is nooit opgevallen dat mensen altijd voor de mensen om hen heen een andere set waarden hebben waar ze zich aan moeten houden dan voor zichzelf. Nou, je het zegt. Ja. Ja. Nee, mensen zijn niet zo streng op zichzelf. En dat is ook logisch, want bij jezelf snap je altijd wel welke afweging je hebt gemaakt. Maar bij andere mensen heb je daar geen zicht op en dan zie je alleen het resultaat en dan denk je, ja, dat kun je toch niet maken. Maar als ik moet kiezen qua nu de maat nemen en zo, dan heb ik toch... Dan wil ik liever Oekraïense asielzoekers. En kunnen we dan de veilige landiers wegsturen weer die hier zitten te wachten? Dus de Marokkanen, de Algerijnen en dat soort... Ik heb geen idee. Dat zou mooi zijn. Ik heb geen idee. Ik vind het tegenwoordig Oekraïne eigenlijk... Eruit, Oekraïne erin, Arabieren eruit. Ja, weet je, ik vind het altijd zo moeilijk om daar dingen over te zeggen... zonder dat het als racistisch uitgelegd kan worden. Nee, het is niet racistisch, het gaat over religie. Nou ja, Arabieren, dat is dus een daadwerkelijke ras, hè? Ja, maar het gaat me meer over om hun religie. Dat snap ik. Ja. Maar ja, dan mogen de homoseks... Ik ben gewoon voor alleen het toelaten van vrouwen en homo's.
Ja, die kunnen het vaak ook goed met elkaar vinden. Kunnen samen gaan shoppen. Kunnen samen... Eigenlijk vind ik gewoon... Ze zijn heel goed in koken. Ik vind iedereen in dit land is welkom, maar moet wel op mannen vallen. Ja, maar... Ja. Ja, ja, want dan zijn onze vrouwen ook veilig. Ik realiseer me in één keer dat lesbiennes afvallen dan. Dat hoeft voor mij niet per se. Lesbiennes mogen ook komen. Ja, maar dat zijn vrouwen. Dus vrouwen en homo's, dan zeg je dat. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat lijkt mij gewoon de veiligste optie. Ja. Nou, ik denk dat we het hier maar mee moeten laten. Tenzij je nog hier geniale dingen te zeggen hebt. Nee, ik zit even te denken. Misschien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik zei, waar ik heel zacht ging praten, gewoon eruit snijden. Want ik geloof niet dat dat eigenlijk voor publicatie geschikt is. Is goed. En het eerste half uur moet denk ik ook weg. Want dat, ik weet niet, ik denk dat mijn haar toen niet helemaal lekker zat. En het einde waar we nu mee bezig zijn, slaat ook nergens op. Dan moeten we ook nee, kappen. We doen alleen het einde. Oké. Okay. Nou, nee, dit was een verrassingsuitzending die we zelf ook niet verwacht hadden. Nee, en wel veel... Ja, het voelde wel toch als een soort van noodzakelijkheid bijna. Ja, hè? Dit doen we graag. Ik kom veel mensen tegenwoordig tegen die hier naar kijken. Ik had het eerste jaar het idee dat helemaal niemand keek, want ik hoorde nooit iets. Nou ja, je ziet wel op YouTube dat mensen reageren. Hè? Ja, maar bestaan die mensen echt of zijn dat Chinese bots, ja, TikTok-meisjes? Ik weet het gewoon niet. Nee, ik denk dat het TikTok-meisjes zijn die proberen ons naar... Ik weet niet eens wat TikTok is eigenlijk. Nou. Ja, korte filmpjes, toch? Mm-hmm. Is dat het? En dan staand. Ja, het is gewoon een app waarin je filmpjes deelt en waar dan hypes zijn met bepaalde dansjes. Het is voor mensen voor wie het gemiddelde YouTube-filmpje te veel vergt qua aandachtspannen. Ja. Oké. Okay, trouwens, het is een Chinese app die daardoor heel veel wereldwijd heel veel data binnen sleurt. Ja. En het grappige is... Had ik zelf nog opgeschreven. Wat grappig dat we daar nou toch meer bij uitkomen. Dat in China de jeugd van overheidswegen restricties krijgt dat ze maar 1 uur per dag op TikTok kunnen. Ja, dat is grappig. Dus hun eigen jeugd, ze willen namelijk dat hun eigen jeugd gewoon gaat studeren en dingen gaat lezen en slimmer wordt. En wereldwijd... Ik vraag me af of dat goed uitpakt. Eigenlijk. Kijk, ja, ik vind het helemaal niet denkbeeldig dat gewoon de langste tijd voor lezen wel geweest is. Het is gewoon op een gegeven moment verschrikkelijk ouderwets om een soort afgesproken symbolen aan elkaar iets duidelijk te maken, toch? Mm-hmm. Dat is toch niet van de toekomst, denk ik. Ja, maar in beeld heb je ook symbolen en conventies. Ja, zeker. Zeker. Dus dat heeft misschien dan ook geen toekomst, maar wel, dat zal het denk ik langer redden. Ja. Toen de jeugd net ging lezen, had je allemaal van die mensen die zeiden van... Oh, en dan zit ze de hele dag met zo'n boekje. Ja, precies. Toen stripboeken, ja. Ja. Dat... En dat hebben we nu natuurlijk met mobieltjes en weet ik veel wat allemaal. Maar waarschijnlijk als die mensen volwassen zijn, dan denken ze ook weer van... Ik zat vroeger gewoon tenminste met mijn mobieltje, wat die kinderen nu doen. Dat kan toch helemaal niet? Nee, want het gaat over informatieoverdracht. En vroeger was dat natuurlijk dat je in zo'n middeleeuws dorp... Dat er iemand op het plein ging spreken wat er een dorp verder was gebeurd. Ja. En toen, want mensen konden niet lezen. En toen op een gegeven moment ging... En er was nog geen boekdruk. En er was nog geen boekdruk. Het schoot ook gewoon niet op. Dus het is gewoon steeds... Komt er een nieuwe manier van informatieoverdracht. En dus het enige waar dan wat voor te zeggen is... Voor verstrooiing, dat je dan... Maar ja, dan worden er weer films gemaakt. Nou, ik voel me... Kijk, ik lees op dit moment niet omdat ik in een boek zit... waar ik gewoon geen zin meer in heb. En dan voelt het ook, ja... En dan mag je niet gewoon, aan een nieuwe beginnen. Dat voelt niet goed, inderdaad. Dus dan moet ik even binnenkort gewoon kracht voor vinden... om het even uit te lezen. Dan kan ik weer iets leuks gaan lezen. Maar als ik lees, dan zit ik beter in mijn vel... dan wanneer ik s'avonds YouTube-filmpjes kijk op mijn laptop... voordat ik ga slapen. Dat is gewoon wel zo. Ik slaap fijner. Dus in die zin, ik ben er zelf dol op... Maar ja, uiteindelijk is het gewoon van alle tijden dat je als volwassene gewoon naar de jeugd kijkt en denkt van ja, waar die mee bezig zijn, dan snap ik niet. Waarom doen ze niet gewoon precies zoals dat ik het deed? Ja. En dat zie je nu weer. Mijn zoon die toen hij moest leren lezen voor school, toen zei hij van waarom zou ik in godsnaam dingen gaan lezen, fantasiedingen die iemand anders bedacht heeft? Nou, dat heb ik ook een tijd gehad, ja. Ik had een tijd helemaal klaar met fictie. Ja. Nou ja, maar wel, het is, ja, je kunt er dus van genieten. En het zijn ook gewoon die bedachte verhalen. Zijn op een gegeven moment wel zitten in een soort van gezamenlijk
bewustzijn van mensen. Ja. Waardoor je, als je dat allemaal gelezen hebt, dan snap je elkaar beter. Dat ja, daarom hebt, heeft de religies altijd een boek. Maar je hebt ook bedachte verhalen die via films tot je komen. En ja, ja. Ik bedoel, ik heb een dochter die heel veel leest en een zoon die liever sport, zeg maar. Ja. Zelfs films en series hoeft hij niet echt. Dus ze hebben ook verschillende moeders, hè? Lezen leer je van je moeder, of je dat leuk vindt. Dat klopt. Dus ja. De moeder van mijn dochter heeft ontzettend veel voorgelezen. Ja. En dat merk je. En dat hebben mijn ouders. Mijn moeder heeft dat ook gedaan. Ja. Ik ben er ook gewoon dol op lezen. Mijn ouders die konden gewoon heel goed drinken. Ja, en roken binnen. En roken binnen, ja. Ja. Ja, dat deden mijn ouders allebei niet. En dat heb ik gewoon allemaal zelf eigen moeten maken. Dus je had echt een achterstand. Dan heb je best wel goed ingehaald. Ja, zeker. Ja. Nou. Nou, dan kunt u nog liken, subscriben en doneren. We doen dit allemaal voor jullie, hè? Ja. Want zelf, vroeger hadden we dit soort gesprekken gewoon zonder camera. Dus het is gewoon... Precies, en dan kun je er ook gewoon bij drinken wat je wil. En maakt het ook niet uit of het coherent is. Eigenlijk veel relaxter. Eigenlijk veel relaxter, ja. Nou, mensen. Ja. Doei.